Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de yellow top haken. Hij is echt heel leuk. Kijk, ik zal kijken of ik nog dichterbij kan. Het is een heel mooi, ja, filet haakwerkje, maar toch ook weer met een waaiertje. Ik leg het heel makkelijk, of ja, langzaam en rustig uit, zodat je het ook mee kan haken. Het wordt in de ronde gehaakt. Het is even moeilijk te filmen zo. Maar ja, ik wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. En voor alle abonnees en het, ja, de duimpjes omhoog. De leuke reacties, leuke foto's. Want via Facebook kan je mij je foto's opsturen. En dan, ja, dan heb je misschien een heel ander garen en een heel andere haaknaald. Maar dat maakt niet uit. Het wordt gewoon geplaatst. En ik vind het gewoon leuk als je meedoet. En we gaan zo beginnen. We beginnen de yellow top. En ik heb dit garen gekocht. De Grundle Cotton Quick. En ik laat eventjes de achterkant zien van het label. Hij wordt gehaakt op 3 tot 4. En je hebt ongeveer voor een hele trui 450 gram nodig. En ja, hij is wasbaar op 40 graden. En hij mag niet in de droger. Kijk, en dit bolletje, dat wilde ik ook laten zien. Ik heb, even kijken. Ik heb 9 bolletjes gehaald, maar ik zal onder de video sowieso zetten hoeveel ik het totaal nodig heb gehad, want ik heb ze natuurlijk niet allemaal nodig. En ik had voor €17,97, even goed laten zien, had ik 9 bolletjes. En de bolletjes zijn, even kijken hoeveel gram, 50 gram en er zit 125 meter op. Maar 9 bolletjes heb je denk ik niet nodig. Ik wilde ook even laten zien. Kijk, als ik wol koop, dan plak ik op de laatste bol die ik gebruik, plak ik het bonnetje. Dus dan kan je altijd nog de laatste bol nog terugbrengen als je te veel hebt. Ja, ik bewaar ze altijd. Want ja, ik denk altijd, oh leuk kleurtje, kan ik nog wel ergens voor gebruiken. Maar ondertussen is mijn kast ook aardig vol. Je hebt nodig. We gaan de yellow top haken met haaknaald nummer 4. Je hebt een schaartje nodig. Ongeveer 6 steekmarkeerders. En een centimeter. En een stopnaald. Dan ga ik even alles aan de kant leggen. En een opzetketting maken met haaknaald nummer 4. Dan pak je een bolletje. En je maakt een opzetlus. Haaknaald erdoor. Dan pak ik even mijn beschrijving erbij. Het aantal lossen met maat M. Maak je een ketting van 160 lossen. En die sluit je dan met een halve vaste. Dus je maakt een ketting en hij moet deelbaar zijn door 10. Het patroon, en ik zal hem nog even bijpakken hoor, dan kan je even goed zien wat je gaat maken. Kijk, dit is het patroon en ik pak even de onderkant, als je het goed zo ziet. Zie je, je maakt eerst die losse ketting en daarop gaan we de waaiers plaatsen. Maar ik ga het heel rustig uitleggen. Als je dus maat M hebt, dan maak je 160 lossen. En hij moet een even aantal hebben. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En als je maat M hebt, dan ga je 160 lossen maken. En de andere maten zal ik nog onder de video zetten. En ik zou zeggen, ja, vergeet ook niet de duimpjes omhoog te doen hieronder. En ja, ik wens je sowieso veel haakplezier. En ik zie je zo terug bij 160 steken. Als je 160 lossen hebt opgezet, dan sluit je de toer met een vaste. Altijd goed kijken of hij niet gedraaid zit. Met een halve vaste. Dan 1 losse. En dan maak je in de eerste steek een vaste. En 2 lossen. Dan ga je 4 steken overslaan. En dat kan je niet zo makkelijk zien misschien op camera, maar je slaat er 4 over. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ja. En dan ga je in diezelfde steek ga je 7 stokjes zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan doe je 2 lossen. 1, 2. Dan sla je weer 4 steken over. 1, 2, 3, 4. En dan zet je een vaste in de 5e steek. Dan weer 2 lossen. En dan ga je weer 1, 2, 3, 4 overslaan. En in de 5e. Daar zet je weer 7 stokjes in. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Dan weer 2 lossen. Dan sla je weer 4 over. 1, 2, 3, 4. En in de 5e, daar zet je nu een vaste. Dan maak je weer 2 lossen. En dan ga je heel die toer zo vervolgen. Dus je maakt na deze 4 weer in de 5e 7 stokjes in dezelfde steek. En dit is de eerste toer. En hier op het eind, dan zie ik je dadelijk terug. We zijn nu op het einde van de eerste toer. En nu gaan we de toer sluiten. Hier, we pakken nog even 2 lossen. Na het baardetje doe je elke keer 2 lossen. Je zorgt ook dat je, ja, zeg maar, je werkje goed ligt, dat het niet draait. Eventjes goed plat leggen, zo, ja. En dan ga je. Kijk, ik heb maar een klein rondje hoor, omdat ik anders zoveel mee moet haken. Dan sluiten we de toer in deze vaste met een halve vaste. Dan maak je 1 losse en weer een vaste in die vaste. Maak je 2 lossen en dan ga je op dit stokje een stokje zetten, op het eerste stokje een stokje,
op het tweede stokje een stokje en op het derde stokje een stokje, dan een losse, dan een stokje op de volgende, dan weer een losse en dan op de volgende weer een stokje, op de volgende weer een stokje en op de volgende weer een stokje, en dan is dit je resultaat. En dan doe je nog een losse en dan ga je op die vaste een vaste zetten. Dan weer een losse en dan gaan we weer op het eerste stokje een stokje zetten, op het tweede stokje een stokje, op het derde stokje een stokje, dan een losse, een stokje op het volgende stokje, een losse en op het, dit is het vijfde, zesde, zevende, op het vijfde stokje een stokje, op het zesde stokje een stokje en op het zevende stokje een stokje, dan weer een losse en dan op die vaste gaan we weer een vaste zetten. En dan weer een losse en dan ga je weer naar de volgende waaier. En zo vervolg je de toer, toer 2, en op het einde dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de tweede toer en dan gaan we in deze hier gaan we de toer sluiten met een halve vaste. Dan was dit toer 2 en dan gaan we naar toer 3. Ja, ik kijk eventjes hier, dit is mijn patroon. Je kan dit bestellen, maar dan moet je even via Facebook mij een mailtje sturen als je dit patroon wil hebben. Dan toer 3 gaan we nu mee beginnen. Dan ga je omslaan en dan ga je weer op elk stokje een stokje zetten. 1 2 3 dan 2 lossen. 1 2 omslaan en op het middelste stokje zet je een stokje. Dan ga je weer 2 lossen maken. 1 2 en dan ga je op die laatste 3 ook elke keer een stokje maken. Zie je hoe leuk dit waaiertje wordt? Dan gaan we een losse doen en nu gaan we op die vaste een stokje zetten. Dus we gaan op de vaste een stokje zetten en we maken weer een losse en dan gaan we bij de volgende gaan we weer hetzelfde doen, dus 3 stokjes, 1 2 3 dan gaan we 2 lossen doen, 1 2 dan op het middelste een stokje, dan weer 2 lossen en dan op die laatste 3 ook weer een stokje. Je kan de video langzamer zetten door hier rechtsboven kan je puntjes in duwen, dus er zijn 3 verticale puntjes en dan kan je de afspeelsnelheid op aanpassen.
En we hebben weer een waaiertje. Dan gaan we één losse doen. En op de vaste zetten we nu een stokje. En weer één losse. En zo maak je heel toer 3 af. En als je op het einde bent, hier, hier bent, dan zie ik je weer terug. Je maakt 3 lossen. 1, 2, 3. We zijn op het einde van de 3e toer. Zie je, dat is echt die met die 3 stokjes, 2 lossen, een stokje, 2 lossen, 3 stokjes, 1 lossen, een stokje, een losse. En op het einde van de toer doe je nog 1 losse. En dan gaan we sluiten de toer in de 1 tweede steek. En dan pakken we een halve vaste. En dan is dit het einde van de 3e toer. En dan gaan we nu naar toer 4. We maken 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we 3 stokjes weer zetten. Op elk stokje 1 stokje. 1, 2, 3. En dan gaan we nu 3 lossen doen. 1, 2, 3. Een stokje op het middelste stokje en weer 3 lossen. 1, 2, 3 en weer een stokje op het voorgaande stokje en in totaal zijn dit er 3. En nu gaan we gewoon door, dus die onderste die pakken we ook mee, dus in totaal hebben we dadelijk 7 stokjes. Dus dit is de 4e, de 5e, de 6e en de 7e. Dan gaan we weer 3 lossen doen, 1, 2, 3. 1 stokje op het middelste stokje. Zie je hoe toer 4 is? Is eerst die 3 lossen. Dan zet je op elk stokje een stokje. Dan weer 3 lossen. Dan weer het middelste stokje. 3 lossen. En dan zet je 7 stokjes. Dan weer 3 lossen, een stokje. 3 lossen, 1, 2, 3 en dan ga je weer 7 stokjes zetten op het voorgaande stokje. 1, 2, 3. We zijn op het einde van de 4e toer. Kijk, dit zijn die 3 lossen, een stokje, 3 lossen en dan moeten er hier dus 7 stokjes in totaal komen. Maar je bent dus hier zeg maar geëindigd of begonnen, zo moet ik het zeggen, met die 3 lossen. Dus we zetten nog op elk stokje een stokje. En dan sluiten we de toer 1, 2 in de 3e hierbovenin. Kijk, want dit is de volgende steek, dus die steek daarvoor, die moet je hebben. Hier dat je echt die 2 lusjes moet hebben voor deze dit stokje
En dan sla je om en je sluit het toe met een halve vaste. En dan heb je hier ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes van toer 4. En dan gaan we nu naar toer 5. Even kijken, toer 5. Ga 3 steken terug en neem je draad mee met halve vaste en begin met 3 losse. Nou, toer 5. We gaan dus nu de draad meenemen voor toer 5. En dan trek je een beetje aan je draad en je gaat 3 steken terug. En je steekt in die steek. En je haalt je draad op en je trekt door. Je gaat terug uit, je steekt in, je haalt je draad op en je trekt door. Je gaat de derde steek pakken, je haalt je draad op en je trekt door. Zie je dat je dan terug uit bent gegaan? Dan ga je nu 3 losse maken. 1, 2, 3. En nu gaan we halve stokjes maken en die zijn samengehaakt. Dus je pakt die steek op, je haalt om, je haalt door, omslaan door 2 en je laat hem op je haaknaald staan. Dan pak je de volgende, je slaat om, je pakt je steek op, je haalt door, omslaan door 2, omslaan. Je pakt je steek op, omslaan door 2, omslaan, je pakt je steek op, doorhalen, omslaan door 2, omslaan, steek doorhalen, draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. En dan tel je ze even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sla je om en je haalt door alle steken door. En dan omslaan en je maakt 2 losse steken. Zie je, dan heb je 7 samengehaakte stokjes. Dan gaan we naar die middelste steek. We hebben net 2 losse al gedaan. In die middelste steek gaan we 7 stokjes zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En we gaan nog 2 lossen daarna doen. 1, 2. En dan krijg je dit resultaat. Dan zie je ook dat die 7, die waaier, die zit bovenop die toeren met die stokjes waar je dus die lossen bij gedaan hebt. En die 7 samengehaakte stokjes, die zitten weer op die vorige toer van 7. Ja, ik vind dit de leukste toer, omslaan, dus je hebt die 2 lossen achter gedaan, je slaat om, je steekt in, je haalt door, draad doorhalen, omslaan door 2 en je laat ze op je haaknaald staan, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, 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 omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. En dan tel je steken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
En dan omslaan en dan gaat ze door alle steken, trek je de draad door en je slaat om, je trekt ook een beetje zo aan je draad, je slaat om en je doet weer twee losse en dan ga je alweer naar die, naar het stokje waar je 7 stokjes in moet zetten, omslaan, hier zet je dus 7 stokjes in, 1 2 3 4 5 6 7. Echt een heel leuk resultaat. Ik ga even kijken of ik nog even een papiertje erachter kan leggen zodat je het beter kan zien. Zie je hoe de steken in elkaar zitten? Dus dit is toer 5. En toer 5, ja, die begin je dus eventjes met een paar steken achteruit te haken. En dan ga je 7 stokjes samen haken. Dan 2 losse. En dan op dit stokje, daar ga je 7 stokjes zetten. En dan ga je die 7 stokjes hier weer, daar ga je weer die halve stokjes op zetten. Als je dit door hebt, heb je zo door hoor. Maar dan haakt het best wel lekker weg. Want die toer 5, daar ben je heel snel doorheen. Je maakt weer, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 lossen. En dan ga ik nog één keer de 7 samengehaakte stokjes voordoen. En ik zal nu even niks zeggen, dan kan je gewoon kijken. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, omslaan en de draad doorhalen, omslaan en 2 lossen, omslaan en 7 stokjes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 2 lossen. Eventjes het papiertje ertussen, dat je het goed ziet. Zo maak je de hele toer 5 af en op het eind zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de 5e toer. En we sluiten die toer, we moeten nog 2 lossen na het waaiertje doen. En we sluiten de toer hier bovenaan, in deze opening. Dus je pakt niet van die eerste 3 lossen, nee, je pakt hier deze, goed laten zien, deze opening. Deze. Dus ik wil het even goed laten zien. In deze opening hier ga je in, je haalt je draad op en je haalt hem door met een halve vaste. Zo. Heb je nu toer 5 heb je klaar. Echt een leuke toer, want die toer die maakt het ook dat die 7 stokjes zo mooi weer, ja, dat het bij elkaar komt en dat het ook echt een mooi patroontje wordt. Dan gaan we nu naar toer 6 en toer 6 is hetzelfde als toer 2. Verder herhaal je weer alle toeren tot en met toer 5. Dus die tweede toer die gaan we nu maken. En dan zie je ook dat het patroon ja, zich continu herhaalt. Dus toer 2, 3, 4 en 5. En
Dan gaan we gewoon nu weer verder. Dan pak ik even weer toer 2 erbij. Toer 2. Je maakt 1 losse, 1 vaste in de eerste steek en dan 2 losse. En dan gaan we weer met 3 stokjes, een losse, een stokje, een losse en 3 stokjes beginnen. Dus we gaan 1 losse maken. We gaan een vaste in die eerste steek maken weer, in die opening. Daar zetten we een vaste. Dan gaan we 2 losse maken. 1 losse. Toch 2 losse. Ja, 2 losse, daar beginnen we toer 2 mee. En dan gaan we weer op deze stokjes een stokje zetten. Dus op het eerste stokje een stokje. Op het tweede stokje een stokje. En op het derde stokje een stokje. Nou, toer 2 is 1 losse. Omslaan, in de volgende steek een stokje, 1 losse, omslaan en op elk stokje weer een stokje. Dat zijn 3 stokjes. Dan weer 1 losse en we zetten een vaste precies hier in deze opening. Dan weer 1 losse. Dan gaan we weer in elke steek een stokje zetten. 1, 2, 3. Een losse. 1 stokje. En het volgende stokje een losse. En weer 3 stokjes. Een losse en een vaste in deze opening en een losse en we gaan weer hier die 3 stokjes, een losse, een stokje, 3 stokjes doen. Dus echt toer 2. Dus nu weet je het patroon, je weet hoe je even nog een keer het papiertje eronder houden. Zie je hoe leuk dat je dit, als je het maar gewoon rustig volgt en een beetje oefent, en dan ga je die patroontjes, ik zal nog even het voorbeeld, andere voorbeeld erbij pakken. Dit ga je dus vervolgen. Dat je bij je oksel bent. Ik zal het zo even meten hoor. Zie je dat het hier mooi doorloopt? Die middenlijn die loopt mooi door. En dan pak ik heel even, leg ik het even plat. Een centimeter en ik heb qua breedte heb ik ongeveer 44 centimeter hier, 44 centimeter heb ik, en qua lengte, maar dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Op 38 centimeter. 38 centimeter heb ik lengte van onder tot okselhoogte. En zo kan je doorhaken met het patroontje. Kijk eens hoe mooi dat het eruit ziet. Ja, het is gewoon gezellig. Het is ook heel leuk om te haken, want je bent heel snel een eindje op weg. En als je bij de oksel bent, dan zie ik je weer terug. Als je zover bent dat je de lengte hebt dat je bij de oksel bent, ja, dat moet je even zelf bij jezelf meten tot hoe lang dat jij je truitje wil hebben. Dan pak je je steekmarkeerders en dan ga je links en rechts erop zetten. En ik heb hier die waaiertjes heel netjes op elkaar gelegd en ik had in totaal 17 van deze waaiertjes. Kijk, dit is de laatste toer, die sluit ik dadelijk nog hier in deze opening, hè, met een vaste. Dan weet je hoe deze toer werkt. En als je een beetje oefent met de steek, dan heb je het zo, ben je zo een eindje weg.
Maar je zet dus die steekmarkeerders hier tussen die waaiertjes in. Ik heb nu maar één hand, maar zie je hoe ik die waaiertjes op elkaar heb gelegd? En dat je dus een mooi plat werkstuk krijgt. En op deze steek, dus waar je net hebt deze einde van de toer, het einde van de waaier, daar zet je ook een steekmarkeerder in. En dan ga je die 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoe heet het, waaiertjes, daar ga je dus weer de helft van nemen. Maar in totaal heb je dus 14 waaiers. Je hebt 14 van deze waaiers en dat is een even getal. En je moet altijd zorgen wel dat je op een even getal uitkomt. Op 14. Nou, dat deel je door 2, heb je 7. En dan ga je het midden bepalen van die 7 waaiers. Dan pak je weer je steekmarkeerder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En in die middelste, in de 1, 2, 3, in de vierde steek, daar steek je weer. Ja, ik heb nu één hand. Ik ben met één hand aan het filmen, dus dat gaat het moeilijk. Daar steek je dus weer een marker in. En aan de achterkant, hier, daar maak je ook een steekmarkeerder. In de 1, 2, 3, in de vierde steek. Dus in het midden. En dan ga ik zo een tekeningetje maken hoe ik dus nou de bovenkant verder ga haken. En dan zie ik je zo weer terug. Kijk, hier is de marker voor de zijkant. Dan sla je één waaier over. En dan gaan we, ik zal het even uithalen, in deze opening, hier gaan we met een opzetlus 3 losse opzetten. Dus ik maak even weer een opzetlus. Haaknaald erin. En we gaan dus na het eerste waaiertje van de zijkant, daar steken we in. We halen de draad op, omslaan door 2. Dus dit is een vaste. Dan doe je nog 2 losse, 1, 2, en je gaat hier op het waaiertje toer 2 weer vervolgen van het patroon. Maar het patroon, ja, als je daar een beetje geoefend hebt, is het echt easy, echt makkelijk. Dus 3 stokjes, ja, een losse, een stokje, een losse, 1, 2, 3 en weer 3 stokjes. En zo ga je het bovenkantje vervolgen tot je even het papiertje erbij hebt. Hier overheen gaat 1, 2, 3, 4. De vijfde hebt gehaakt over de vijfde boogje. En dan zie ik je op het eind weer terug. We zijn nu op het einde van de tweede toer met het bovenstukje. Dit is het midden. Kijk, dit loopt gelijk. Ik heb net eventjes toer 2 erbij getekend. En nu zijn we op het einde van de toer 2. Kijk, en dit is het armsgat. En dan houden we één waaiertje over. Dus we eindigen de tweede toer met een stokje, een losse. En dan zetten we een vaste in deze opening. En dan gaan we de draad mee terugnemen naar dit bovenste derde stokje. Ik zal de tekeningen bij laten zien. Dus we nemen eerst de draad, nemen we mee naar boven. En dan gaan we 5 lossen doen. En dan gaan we toer 3 doen. Dus we nemen nu de draad weer mee terug
achteruit naar het derde stokje. Zo, en dan gaan we nu het werk omdraaien. Dan moet ik eventjes het werk keren. Dus nu ga je weer 5 lossen maken. Dus 1, 2, 3 voor het stokje. En 2 lossen, omdat dit toer 3 is. En dit is het middelste stokje. Dan gaan we weer een stokje insteken. Dan 2 lossen. 1, 2. En dan gaan we weer gewoon een toer hierboven maken. Net zoals toer 3. Dus weer 3 stokjes. Een losse. En dan steken we hierin een stokje. Een losse. En we gaan weer net als toer 3 hier een stokje opzetten. 2 losse, een stokje. 2 losse en weer een stokje op elk stokje. En hier op deze dan een losse en een stokje op die vaste. En dan gaan we tot het, even kijken, tot deze derde laatste. Daar gaan we tot haken, tot deze derde laatste. En dan zie ik je weer terug. We zijn geëindigd toer 3 op het derde stokje. En dan keren we het werk. Dan gaan we, ik pak even de tekeningen bij. Op dit laatste middelste stokje, hier gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6 lossen maken. En dan gaan we toer 4 vervolgen met 7 stokjes, 3 lossen, een stokje, 3 lossen en 7 stokjes. Dus we hebben het werk gekeerd. We gaan op dit stokje en we even een half stokje maken. Dan gaan we 3 lossen maken en nog een keer 3 lossen. Dus in totaal 6 lossen. En dan beginnen we met de toer 4 met de 7 stokjes. Een, twee, drie. Zie je, dit is toer 4. 4, 5. 6, 7. En dan zijn we nu inderdaad hier bij het middenpatroontje. Dan pak je weer 3 lossen, een stokje en 3 lossen. En dan ga je weer die 7 stokjes doen. En we moeten hierop eindigen. Dus je gaat hier die 7 stokjes doen. En we eindigen met een stokje op dit laatste stokje. We zijn toer 4 geëindigd met een stokje op dit laatste stokje.
En dan gaan we nu het weer keren en dan gaan we aan toer 5 beginnen. En als je het werk gekeerd hebt na toer 4, dan gaan we nu alleen nog het laatste randje maken en dat zijn stokjes en lossen. Dus ik maak even nu 3 lossen en nog 2 erbij, 2 lossen. Dan ga ik een stokje zetten op het eerste stokje van die 7. Dan weer 2 lossen. Dan sla ik 1 stokje over en ik sla in het derde stokje een stokje. Dus dit is de laatste toer. 1, 2. Je slaat er 1 over en je maakt een stokje. 2 lossen. 1 overslaan en je maakt een stokje. 2 lossen. En op het middelste stokje een stokje. 2 lossen. Dit is echt de laatste toer hoor, dat je echt het bovenste randje krijgt van je truitje. Dan weer een stokje. Dit eerste stokje van dit groepje van 7, dan weer 2 lossen, 1 overslaan, een stokje, 2 lossen, 1 overslaan, een stokje, 2 lossen, 1 overslaan, op het laatste stokje weer een stokje, 2 lossen. Dan ga je net als hier in het begin op de laatste, even kijken hoor, op de 1, 2, 3, daar zet je nog een stokje. En dan is dit je laatste toer. En dan heb je je truitje, heb je af. Ik ga hier nog een rand vast ommaken, maar dat ga ik niet filmen, want ja, dat is heel persoonlijk. De ene heeft 2 vaste in een opening nodig en de ander heeft 1 vaste nodig. Maar ik ga nog gewoon een randje vaste om het hele truitje haken. En dan ga ik een koord maken en dat maak ik hier doorheen en dan strik ik hem langs mijn schouder vast. Ik zou zeggen, heel veel haakplezier met het leuke truitje. Ja, je ziet het nu niet, maar op de foto's kan je dadelijk het truitje bewonderen. Ik hoop ook dat je leuke foto's doorstuurt via mijn Facebook. En ja, graag de duimpjes omhoog, abonneren hieronder. En dan zie ik je bij de volgende video graag weer terug.